club was hier altijd vol met allemaal boys die chillen, iedereen. Nu? Er zijn weinig, man. Veel boys zijn vast. Boys zijn dit, hè. Kan je me vertellen waar we nu eigenlijk zijn? We zijn nu in de Molenwijk. Hier zijn we, opgegroeid. Dus hier is allemaal begonnen hier voor jullie? Hier is allemaal begonnen. Alles voor ons begonnen. Ja. Hier hingen we, hier op de gras, wat hingen we in de rondte hier zo. Aan het voetballen, s'avonds tot 7, 8 uur. En liep ons moeder me van boven van, Murray Fernando eten. Ja? Gingen we naar boven. Soms waren we hier niet op bekennen, was ongerust, want dan waren we daar achter op het pleintje. Daar gaan we straks naartoe, laat ik je straks zien. Ja. Maar hier begon het allemaal, hier begonnen we allemaal. Ja, man. Zeg, maak echt dichtbij, vrienden? Maak verkeerde keuzes. Sommigen maken verkeerde keuzes. Je wordt ouder en weet je, dan kom je verkeerde vrienden tegen. Dan moet je keuzes maken. Dan heb je één pad. Je hebt twee paden. Kies je de linker of de rechterpad? Ja, velen kiezen de rechterpad. Sommigen kiezen de linkerpad. We hebben de linkerpad gekozen. Ja. We zien waar we zijn. En sommigen kiezen dan voor de rechterpad. Ja. Dat is het eindpunt. Maar voor jou, kijk, jullie vechten allebei. Maar probeer je eigenlijk jouw broers voetsporen te volgen of is het gewoon een passie van jullie beiden? Het is een passie van ons beiden. We volgen elkaars voetsporen. En ik ben een tijdje eruit geweest. Maar hij motiveert me altijd met die partijen van hem. Ik sta altijd aan de kant en schreeuw als een gek. Dus let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Volg de groenart. Daar waren we altijd aan het voetballen, man. Was gezellig daar. Je was de beste voetballer van de buurt. Tegendeel. Deze man is de nepste van iedereen. Hey, je mag krap, vriend. Ik kan zoveel reacties spelen. En weet je wie echt goed was? Jana, die man was echt, echt gruwelijk. Deze flat wordt ook een maat die van ons wel mee op zijn gegroeid, Angelo. We hebben echt in elke flat hier in de buurt hebben we gewoon boys wonen. Ja, echt. Daar hebben we verschillende flats. In elke flat wonen mensen. Dus als we naar het pleintje lopen, pikken we die op. Die komt, die zit al onder zijn flat te chillen, lopen allemaal door een pleintje met de bal. Hoe nu deze kant op? Alles is veranderd hier. Alles is veranderd. Veel is veranderd. Ik ben jaren niet geweest in deze piste die we nu lopen. Ja. Heb ik jaren niet gelopen. Oké. Dus hoe ik nu deze kant op loop, echt een check. Veel veranderd. Hier waren we elke dag. Het was een vaste plek. Je zat er met de boys te chillen. Ruinas maakt alles, hier deden we allemaal gekke shit. En hier was onze vaste plek om te voetballen. Hier is waar het allemaal gebeurde, waar ik zoveel panna's maakte. Panna's maken. Jij maakte panna's of je kreeg panna's? Ah, ik kreeg kapot veel panna's. Ik had misschien in een duelchat ongeveer 15 panna's in 5 minuten gekregen. Maar het was altijd leuk, Ik zeg niks, vriend. Gewoon het feit, de leukste herinneringen hier, wat we hier hebben meegemaakt, het pleintje. Is het feit dat je met al je rumangs, al je matties, gewoon hier op het pleintje zit te chillen. En dat je gaat praten over dit, over dat. Dat je hier gewoon zit te chillen over met iedereen gewoon. Je zit te spelen, je plezier, hier hebben we iedereen leren kennen. Hier hebben we al die gasten leren kennen. Het is een warme plek van vriendschap. Als ik naar elke hoek kijk op dit pleintje, dan zie ik gewoon waar ik vroeger heb gerend. Dan zie ik waar hij vroeger heeft gerend. Maar dat we die bal in de achtervolgen, dat we een tikkertje gingen spelen zelfs. Dat we zoveel dingen meegemaakt hier. Dat is leuk met die plein. Ja. Ja, als je eraan terugdenkt, ja, want je ziet die matties allemaal weer voor je toch? Dat je die allemaal weer hebt gechilled en zo. Je ziet allemaal weer voor je. Maar nu zie je ze niet meer, want sommigen zijn er niet. Sommigen zijn weg, iedereen heeft hun eigen leven, snap je? Maar als ik zo weer kijk, dan moet ik weer allemaal denken aan hoe het vroeger allemaal was. Doei.
vier. Leg out, leg out. Kom uit Suriname, ja. Yeah, yeah. Kom uit Suriname, ja. Check, check. Weer een mooie boeklap af van de verloren zon. Hoe gaat het, broeder? Hij was de tijdperk van mijn oude broer. Hij was dit? Hij is in de tijdperk van mijn oude broer. Was ik de slechtste en de lastigste in de buurt? Hij was de lastigste. Hij was steeds de lastigste. Totdat jullie sterk waren. Ik kan jullie niet meer aan, jongens. Hij was steeds de lastigste. Jullie blijven mijn toppers. Ik wil jullie graag zien vlammen. We waren echt nette jongens. Echt waar, ze hebben echt een mooie opvoeding thuis gehad. Echt waar. Ja. Hardwerkende moeder altijd. Dat is wat ik ook zei. Natuurlijk, ik ben fan van die man. Die man ken ik vanaf kleins af aan. Als hij verliest, lijkt of ik verlies, man. Echt waar. Mooi. Ja, vriend. Maar ik zeg het nu in camera. Ik ga deze man een topgevecht boeken in Dubai, als het me lukt. Ja, het staat vast, hè? Het staat vast, kijk. Ja, vast, je hoort het. September, kijk, geen Louis Vuitton, Louis Vuitton. Heb je wat erover voor? Ik hoop dat die man snel naar de MMA gaat, ja? Maar eerlijk gezegd, ik moet op de camera melden, één iemand wordt hier gemist. Die moet eigenlijk op belt. Hugo. Oh, wat Fabian? Hugo, waar is Hugo? Dat is zijn oudste broer. Die man was zo? Mijn broer die was hier in de buurt, hè? Nee, hij was gewoon een buurtgooster, mijn broer. Okay. Maar hij woont nu helemaal in Eindhoven. We kennen elkaar. Kijk, dus dat is die oude tijdperk van mijn broer en hij. En daarna kwamen wij. Maar we kennen elkaar al zo lang, iedereen kent elkaar hier. Lastig, die was lastig, die was lastig. Iedereen heeft zijn dingen hier zo. Was leuk. Maar ik stak hem met kop erbovenuit, hè? Nice. Deze man. De grootste mond van iedereen nu, deze man. Die staat hier, joh, die man daar helemaal. Zeg dat niet op camera, man. Ja. Welke heb je nog meer? Oh nee, doe maar gewone. Hiernaast zag je die man. Zag je kijken de hele tijd. Vroeger hadden we altijd problemen met die man. Hij had een bloemenboeket hier zo, precies hier zo. Maar hij zat vroeger daar achter om de hoek. Vroeger altijd problemen met die man. Hier is het dus gebeurd, hier achter me. Hier zijn we Mike tegengekomen in het winkelcentrum. Zaten we gewoon te voetballen zoals we normaal elke dag doen. Gewoon een dagelijkse routine van ons. En kwam een grote man binnengelopen, Mike. En we waren het voetballen, een beetje balletje aan het schoppen heen en weer. En waarschijnlijk kwam er een balletje is boodschappenwinkel. En toen zei hij van jongens, kunnen jullie even aan de andere kant even uit die winkel gaan of zo met het voetbal. Dat iedereen doet hun boodschappen hier zo. En dat pikten wij, dus wij gaven een grote mond terug. Weet je, en op een gegeven moment zei hij van maar ja, als jullie allemaal zo'n grote mond hebben, waarom komen jullie niet? Ik heb hier verder op een sportschool. Ik ken jullie allemaal lekker komen kickboxen, waarom komen jullie niet even allemaal daar naartoe, weet je? Nou, we waren binnen die winkel, waren we denk ik met 6 man of zo, 7 man. En gewoon boys van de buurt. Gewoon boys van de buurt. Toen heb ik de rest even bij elkaar gehad, zijn we met 15 man zijn we die kant op gegaan. Maar dat komt best wel dreigend over. Was, ja, maar wat onze intuïtie was, we wouden ze een pak slaag geven. Dus we hadden met iedereen zo van, hey, dat zijn een paar gasten, we kunnen nog gaan ze koffen. Dat zo, ook, ja. Zo. Weet je, en ook omdat ik waren uitgedaagd op mij, dus zijn we die kant op gegaan. En daar gingen we op een gegeven moment handschoenen aan, kijken, zaten we een beetje schouder te boksen, aan het oefenen. Op een gegeven moment even van, ik ga poffen man, ik heb echt zin man. Hup, gingen we meteen met Mike natuurlijk sparren. Hey, die man heeft me een pak slagen gegeven. Ik kan me herinneren dat we aan het sparren waren en ik maakte zo'n beweging of zo. Ik zat met mijn rug tegenover en ik zie op een gegeven moment van mijn ooghoeken, zie ik zo Mike op me afkomen met die puist, met zo'n, weet je, zo. Je begint te rennen in sportschool. Ik had schijt en gewoon rennen toch. Jullie mogen het weten. Ja. Gewoon rennen. Hij kwam nog een stuk achter me gerend. Maar daarna dacht hij, laat maar zitten, ik zie hem zo wel. Maar je hebt eigenlijk een soort van kennismakingsklap gekregen van mij eigenlijk. En hoe? Ja, hè? Je was er ook bij, toch? Ja, ik was denk ik toen te licht om met Mike te sparren. Toen ik begon was ik 41 kilo.
Okay. Dus ik was echt een veer. Maar ik was heel blij. Ik heb wel met die andere gasten gespart. Ja. En ik dacht dat ik ze een paar slaag zou geven, maar ik heb alleen maar de grond gelegen. Ja. Maar het was eigenlijk wel goed, want de volgende dag hadden we, toen we thuis, we waren thuis dezelfde avond. En we hadden zoiets van, hey, we gaan ze terugpakken, man. Dus de volgende dag gingen we weer. En we wouden ze terugpakken. Dus we gingen het net zo lang proberen, totdat we iets sterker waren. En toen ja. Toen op een gegeven moment raakte we geïnteresseerd in het sport en toen zijn we dat werkelijk ook echt gaan doen. Ja, maar bij wie was die drang eerder gekomen om deze sport te gaan doen? Samen, allebei. Allebei? We deden alles samen. Mike heeft ons beide aan tafel genomen. We deden alles samen. Ja. Maar hoe bedoel je, Mike heeft jullie beide geroepen? Hij zag heel veel potentie in ons en de andere gasten samen afgetrapt. Hij zag heel veel potentie in ons en hij is met ons aan tafel gaan zitten. En hij heeft ons een deal gegeven van luister. Neem jullie deze deal aan, ik kan jullie groot maken. Ja. En voor eerlijkheid, onder alles, hij zag meer potentie in Fernando dan in mij. Fernando was degene met meer talent. Ja? En hij was degene met meer wils. Ja. Maar wat betekent Mike eigenlijk voor jullie? Mike is veel, man. Mike betekent heel veel voor mij. We hebben ups en downs gehad, maar Mike is net mijn tweede vader. Kijk, het moet je zo zien. God stuurt soms iemand naar je toe met een bepaalde reden. En die dag heeft hij Mike naar ons gestuurd met een bepaalde reden. Zeker. In ons leven. Zij heeft ons leven veranderd. Misschien waren wij wel een van die gasten. Misschien was hij of ik wel iemand geweest die daar doodgeschoten is geschoten. Die man die van me weet. Misschien was ik wel of hij wel geweest die daar van een flutgebouw naar beneden was gesprongen. Snap je? We waren hier op straat bezig. We waren goede jongens. We waren ook allemaal onze dingetjes. Snap je? We deden allemaal onze dingetjes. En als voor mij misschien niet tegen waren gekomen, was het misschien heel anders gelopen met ons. En we zijn hem tegengekomen en daar hebben we onze carrière mee opgebouwd. Door hem hebben wij dit nu allemaal te danken wat wij nu hebben. Snap je? Nice. Het is gewoon... Mike heeft ons echt... Hij heeft ons volwassen gemaakt. Hij heeft ons een andere kijk op het leven gegeven. En buiten dat het alleen maar om het vechten, weet je. Het is niet dat Mike... Hij is onze trainer. Maar hij heeft ons niet alleen maar dat aangeleerd. Hij heeft ons meerdere dingen aangeleerd. Dus hij heeft niet alleen met vechten te maken. Hij gaat ver boven buiten het boekje dan vechten alleen maar. Iedereen kan vechten. Maar je moet ook bijna kunnen denken. Je moet ook weten waarvoor je vecht en snap je. Dus het gaat ver boven het boekje alleen maar kickboxen en vechten. Nice, dat moet je even bij zijn. Top. Top interview. Luister, ik rust niet. Zolang ik die belt niet heb, rust ik niet. Dus als Nicky zijn belt nog weet te behouden. Dit jaar, volgend jaar, dan ben ik er nog. Dan ga ik nog voor die belt. Dus iedereen die in mijn weg gaat staan op weg naar die belt, die elimineer ik gewoon niet. Die moeten gewoon eraan. Ik rust niet totdat ik die glory belt heb.